Goedenavond mensen, welkom bij Toxerie. Toxerie, de show waar de meest toxic onderwerpen worden besproken. Vandaag ben ik met Price en natuurlijk niemand minder dan mijn prachtige gasten, Chief en Lena. We gaan natuurlijk lekker beginnen met de shot, omdat dit de eerste aflevering is van Toxerie. So raise your glasses. Mm. Wat gaan voor die roze? Voor die roze. Voor die roze. Ladies. Dames achterin ook. Iedereen lekker shotten. Is gewoon. Lekker? Ja. Ja? Zijn jullie ready? En dan gaan we. Hey, salut. Best lekker. Het eerste spel wat we gaan spelen is Fuck, Marry, Kill. Iedereen kent het wel. En we gaan beginnen met Chief. Yo. Ben je ready, pa? Super ready, man. Oké, zeg niets meer. 1. Emma Heester. Ja. 2. Loutje. Of 3. Selma Omari. Zo. Ik ga sowieso met Loutje trouwen, denk ik. Wauw, zus. Ja, man. Selma ga ik gewoon fokken. Weet je toch? No cap. En Emma Heester ga ik killen, man. Wauw. Ja, man. Ken je Emma Heester? Ja, is die white chickie, toch? Zo zo. Gloria. Ja, kijk, ik weet toch, van niet echt op blanke vrouw of zo. Ik ken het niet echt, waarom niet zo'n pokoe alleen maar. Oh, ze heeft je oké, oké. En waarom Selma fokken? Ze kouden lekker toch? Ja, waarom? En ik hoor je, ik zou hetzelfde doen. Ja. En dan gaan we naar Lena. Ben je ready? Ja. Hou. Oké, Fuck, Marry, Kill. 1. Jonah Fraser. 2. Lil Kleine. En 3. Poku Sam. Ik ben benieuwd. Poku Sam trouwen. Oh, okay. Oh, Jonah Fraser, fuck. En Lil Kleine, ja, nee. Wow. Ik ben ook niet zo van de blanke. Wow. Nee, sorry. Maar het is meer van je toch? Mijn voorkeur gaat niet per se uit naar blanke mensen. Ik hoor je. Je toch? Nee. Er zijn wel hele knappe blanke mensen, daar niet van. Maar... Dat wel, je weet toch? Maar niet in ik heb, nee. Ik heb geen smaak, broer. Ga je dus zeggen. Ik heb die thees niet daar of zo. Ja, bij mij ook niet, man. Sowieso. Ik ben sowieso all about the melanin queens. En dat is for life. Ja, toch? Als je. Prijs, jij dan, Prijs. Wat ben je dan? Huh? Wat ben jij? Mijn voorkeur bedoel je? Ja, wat is je voorkeur? I don't discriminate, man. Nee, joh, geintje. Eerlijk. Jij valt op alles, zeg maar. Nee, maar ik val gewoon op, ik zeg eerlijk, ik val op innerlijk, man. Ik ken het wel. Oké, we gaan verder. Ah, deze man is op cap. Je weet hoe ik hem noemde, toch? Kepler. Man, niet veel. Cap. Kepler. Oké, dan gaan we naar ronde 2. Dan gaan we naar jou weer, Chief. 1. Femke Louise. 2. Jade Lauren. Zo. Of 3. Sarita Lorena. Dit is wel easy, weet je toch? Ik zou wel met... Jade heet ze toch? Jade nog? Jade heet ze, Jade. Ik zou met Jade trouwen. Hoe heet ze? Sarita of zo? Sarita toch? Lorena. Zou ik gewoon fokken, Braziliaans. Volgens mij is ze Braziliaans. Hoor je. Bijna. Femke zou ik killen, man. Terwijl Femke is echt mijn schatje, hè. Ja nog? Van, ja, maar is mijn topper, man. Weet je, gewoon... Een schatje in van... Nee, ik heb gewoon... Nee, dat niet. Je weet wel gewoon... een kleine aanraking. Nou, ook niet. Het is gewoon met G, je weet toch. Ik ben met haar op zomertour geweest en we hebben gewoon gechilled, je weet toch. Optredens, ik ging naar haar optreden, ze kwam naar die van mij. Dus... Gechilled, oké. Okay. Ah, kom maar. Okay. Die ging raar naar It's not that deep. Okay. Je weet toch, maar het is gewoon met G, je weet toch. Maar ik zou er wel killen in deze situatie. Dan. Damn, dat is niet je G. Femke, sorry, zoek andere vrienden. Dat is niet je G. Dan gaan we weer naar Lena. 1. Cho. 2. Memphis Depay. En 3. Frenna. Oeh, die is heel lastig. Je was alle drie, hè? Nee. Dat kan maar meer. Wat was het ook alweer? We hebben 1, Cho. Er ook alweer uit? Huh? Cho eruit, wauw. Ah, Cho. Ga je echt cap? Cho is die... Come on. Ah, hoe ziet Cho deze tijd. Cho is een... Ik geloof je, dat zeg je eerlijk. Hij lijkt op een Amerikaanse geel. Hoeveel Cho's heeft hij online? Oh ja. Man. Memphis. Man. Trouwen. Mm-hmm. Wie was het nog meer? Cho en Frenna. Frenna, fuck. Cho, ja sorry, kill. Oké, okay, maar waarom Memphis trouwen? Dan ben ik wel benieuwd naar die. Ja, gewoon. Is het ook die papa goed die eruit ziet? Oh, dat... Ja, maar Fred heeft toch ook geld?
Ik hoor je. Ga door. Maar Memphis zijn pap is langer, hè? Nou, daarom ga ik. Trouw met hem. Zie je? Zie je? En nu ben je eerlijk. Publieke opinie wil ik graag. En nu ben je eerlijk, hè? Publieke opinie? Ik zou graag willen weten van jou, zeg maar. Die drie namen, zeg maar. Van mij? Ja. Zo. Dan puur gebaseerd op uiterlijk. Memphis Trouwen. Frenna Kill. En Joe Fuck. Waarom denken jullie dat het gelijk om geld gaat? Nee, dat was gewoon een vraag. Nee, maar jij gaf het zelf aan van daarom trouw ik met Memphis. Nee, nu leg je de woorden in mijn mond. Wahala, wil je terugkijken straks? Dat heb ik echt niet gezegd. Oké. Ik zeg, broer, ik bemoei niet. Snap je? Maar ja, anyway, hoe we het over die fuck, marry, kill hebben, toch? Ja. Yeah. Tijdens de seks. Ja. Wat zegt voorspel voor jullie? Is het een must? Ik zeg je eerlijk, voor mij is voorspel echt belangrijk, man. Je toch, kijk, ik ben de laatste tijd, vooral de laatste tijd, je weet toch, als ik gewoon met vrouwtje ben. Dan is het gewoon van, ja man, we doen gewoon een voorspel. Reden daarvoor is gewoon omdat het veel gezelliger is, je weet toch. Dan heb je ook een soort van band. En ik ben een emotionele guy, ik ga niet voor jullie. Ja, nog? Ja man, ik ben waterman. Hey. Ik ben waterman, snap je? Dus je bent niet echt dark skin. Oh, hoe bedoel je? Dark skin zijn emotioneel, grap. Oké. Elke keer wanneer ik op Instagram, dan zie ik light skin, be like. Kijk. En jullie emotioneel op verschillende manieren, weet je. Mm. Kijk, voor mij, ik hou van intense seks, zeg maar, snap je? Ik hou niet van gewoon bam, 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 bam en that's it, weet je toch? En dan ben je gewoon een random one-night, zeg, gewoon een vrouwtje. Ja, ik hou gewoon. Weet je dan voorspel? Wat dan? Gewoon voor vrouwtje. Ja, gewoon een one night stand. Hangt van de situatie af. Kijk, one night stand, je toch, daar verwacht ik ook niet veel. En dan is het gewoon snel gedaan, weet je. Maar als ik gewoon met een dame ben waarvan ik zeg, oké, ik like jou, dan wil ik het graag intens houden, man. Je toch, daar hou ik van voorspel. Beetje masseren hier en daar, snap je? Ga door, vanaf masseren. Masseren, je toch, je plein aski even. Ah. Je toch, dat is je model gewoon. Zeg maar, dat is mijn model, je toch. Ik hou van voorspel, man, wat dat betreft. Oké. Okay. Ja, man. Lena bij jou. Vind ik ook heel belangrijk. Zeker, ja. Maar stel, een man, hij voelt het niet. Gewoon, hij voelt het voorspel niet. Hij is gewoon, kusje hier. Maar kijk, persoonlijk, ik ben iemand, ik ben niet van voorspel. De reden waarom, ik ben niet echt een relatietype. En ik heb heel veel gewoon random bedpartners gehad, snap je? Mm-hmm. En ik vind dat, ja, ik weet niet, man. Ik vind het echt, je moet echt een connectie met een vrouw hebben. Wil persoonlijk voor mij. Ik wil het voorspel doen. Snap je? Ja, want ik ben ook die kill. Wanneer ik eenmaal mijn vinger in die poena heb gezet, dan ben ik benieuwd, ruikt het wel goed, snap je? En stel die poena ruikt fokken, ook als het je lat hierin, dan heb je ook van nee, man. Ik doe het niet. Maar jij bent wel een voorspel kill. Ja, zeker, man. Dat is belangrijk, toch? Ik zeg je eerlijk. Het is gewoon belangrijk, vooral als je met je partner bent. Hoe niet? Zeg maar. Op een gegeven moment wordt het saai, toch? Als je elke dag het, snap je? Daarom toch. Je moet maakt het wat spannender. Ik denk gewoon, seks is sowieso het ding waarin je ontwikkelt, je weet toch? Je kan niet zeggen van, oké, je hebt seks en je houdt het the same elke keer, snap je? Ja. Als je seks hebt, moet je op een gegeven moment dingen gaan proberen, weet je? En daarom gewoon voorspel, maar kan je gewoon... Dat is bijna langdurig. Maar ben je ook op die speeltjes of zo? Nog niet, maar ik ga wel naar die level. Nog niet? Je weet toch, nog niet. Ik ga niet voor je liegen. Wat zou je willen proberen dan? De laatste tijd, ik zie een soort speeltje bij Ams. Satisfier. Bij Amsje zie ik dat, een soort van Satisfier. Ja, een soort van ronde toren, ik weet niet hoe het heet. Heet het zo? Ja, is het Satisfier? Ja, dus ik heb een nichtje, ze woont bij mij thuis. En ik respecteer haar gewoon. Ja. Gewoon respectfully. Maar ze is ook gewoon een volwassen dame. Ja, ik hoor gewoon ik een hoor Satisfier. Je. Dus ik vroeg er een keer van, hey, wat is dit? Zeg eens een speeltje, dit, dat, zo. Ja, jeet, toch? Ik hoor je. En voor mij dan is van oké, no spang, dit gebruiken dames de laatste tijd, snap je? Dus ik ben wel op die tip van oké, no spang. Ik ga uiteindelijk wel ontwikkelen naar dat, snap je? Maar wil je het dan bij die dame gebruiken of bij jezelf? Nee toch, hoe ga ik zeggen? Gedragen. Wacht, ik heb een vraag. Gewoon bij vrouwtje, gewoon bij vrouwtje. Voor dames, ik heb een vraag. Is het belangrijk, satisfying? Het is belangrijk. Ja. Waarom? Als je niemand hebt, dan... It has to do the job, like. Oké, maar als je iemand hebt, dan gebruik je het niet. Dan meestal niet. Het is niet nodig.
Nee. Maar kan die guy het niet samen met jou? Op zich kan het wel. Dat is toch gewoon mooi? Ja, maar het is ook spannend. Dat bedoel ik, dan kan je toch erin ontwikkelen, snap je? Nou, ik moet toegeven, sinds ik mijn satisfier heb, heb ik geen man meer nodig hoor. Zie je? En dat is dat ding, weet je? Maar dat is gewoon ik heb dat vast zoveel vrouwen gehoord. Ik heb echt 2 weken nu of zo, maar jullie missen die intieme niet, dat warme. Want ja, die satisfier, wel, maar... ik begrijp dat het warm is, maar anders. Uiteindelijk, kijk, die satisfier, ik weet niet hoe het werkt, ik ben geen dame, weet je. Maar dat is gewoon op die klit. Letterlijk, dus, ja, je legt er gewoon erop, je hoeft niks. Uiteindelijk wel die rokkel erin willen voelen. Oké, okay, en dat bedoel ik, weet je wat dat ding is? Ja. Die Amsterdam komen binnen 10, 15 seconden klaar. En dan wat hun gaan denken, oh, een man kan dit niet, je bent dying. Ja. Mami. Ja. Snap je? En hun hersens, en dat is met speeltjes van vrouwen. Ja. Ze gebruiken dat ding zo vaak, want ja, ze komen klaar. Want ik heb zoveel angsten. Ja, ik heb geen man meer nodig. Ja. Oké, dat is mijn vraag. Na altijd gebruiken, is het hetzelfde of verandert het op een gegeven moment? Want ja, raak je eraan gewend, laat me het zo zeggen. Ik denk dat je denk dat je er wel aan gewend raakt. Kijk, en uiteindelijk ligt die lat heel hoog ook voor een man, snap je? Dus ik denk dat ik daarom nu ook daarom denk, moet jij ik die heb geen man. Gewoon meenemen. Zodat die, je weet toch, kan je matchen samen met ik hoor je, ik hoor je. Anders ga je lassie, begrijp je? Daarom moet je dat spultje meenemen. Vergeet je niet, stamina. Ik zeg eerlijk, dat spultje is die man. Ik zie het veel, weet toch, ja, ik hoor er veel over. Ik ga eerlijk zeggen, I can do it ook. Ja? Just do it. Ben je zo flink? Ik ben flink, man, bro. You that guy. Maar je laat vrouwen klaarkomen, of? Hoe niet? Ja? Hoe niet? Ben jij wel eens klaarkomen van een man? Ja. Maar is het regelmatig of is het echt? Ze moeten echt ervoor werken. Ik kom heel moeilijk klaar. Maar sinds kort heb ik het geleerd. Door die satisfier dus. Kan ik ook helemaal... Ik heb mezelf leren squirten. Splashen? Wow. Oh, je kan... Wow. Ja, echt. Oké. Ja, maar dan moet je jezelf gewoon aanleren, ja. Die kaartjes niet meer nodig. Nee. Oké, maar... Als een man niet kan, ja, dan moet je dat zelf doen. Dit is een vraag voor ieder. Vinger in de kont tijdens seks, ja of nee? Wow. Waarom niet? Is het ooit geprobeerd? Ja, heel vaak. Nee, maar dat hij dan ineens een vinger in mijn kont wil stoppen. Nee, maar dat moet je niet doen. What? Want dan zit het nog straks, snap je? Je moet me even de tijd geven om te relaxen. Even een beetje rustig aan doen en dan... Maar dat niet, vind, dan niet vind gelijk. Je, dan vind je het wel goed? Ja. Vind je het lekker? Je moet het wel aangeven. Anders geef ik je een klap. Niet onverwachts. Nee, je moet niet onverwachts doen. Dat vind ik echt niet fijn. Ga je met een droge vinger zo erin? Nee, dat is toch niet lekker? Wat zou jij doen als ik ineens een droge vinger in je kont stop? Nee. Dit soort dingen ga je me niet vragen. Maar het is gewoon niet fijn. Het is echt niet fijn. Aan jouw kant? Wat zeg je me? Bij mijzelf? Nee. Jij mag het zeggen. Ja, broer. Nee, ik vind... Sowieso gewoon juken. Ik kan niet met je gaan bespreken van, joh, hé. Mijn troes in no nodig. Ik ga het nu voor je juken. Je hoeft het niet te zeggen, maar wrijf het een beetje. Masseer het een beetje. Geef het soort van indirect aan dat je het erin gaat stoppen. Maar ga niet gelijk die vinger erin stoppen. Dat is niet mijn model, man. Zeg je eerlijk. Ja. Ik ben niet zo van de anus. Ik heb het gevoel dat als je je duim juikt, dat een vrouw daar zo van turn op van wordt of zo. Dat gevoel krijg ik meestal, je toch? En mocht het niet zo zijn, ja, dan zit ik verkeerd. Maar ik vind dat best wel gaaf. Maar mag ik wat vragen? Is het bij jou wel eens gedaan? Inmiddels. Dus niet het juken, maar het, naar het eten bijvoorbeeld. Of jij dat wil zeg maar die Gordon. Dat broer. Maar broer, er zijn mannen die dat leuk vinden. Wat? Vinger in hun billen? Nee, gewoon dat ze het gegeten worden. Ja, mijn billen wordt gegeten, 100% zeker. Okay. 100%. Oké. Mijne? Dit is gewoon een vraag van jou naar mij. Mijn billen wordt gegeten, garantie. Ik heb ook gehoord. Ik ben te bang voor die moment. Ik heb het niet geprobeerd, maar ik heb gehoord dat het wel, maar... Echt? Als je niet probeert, kan je niet? Huh? Nee, je moet het een keer laten doen. Kijk, ik... Nee. Motiveer ze, Lena, motiveer ze. Want wanneer ik het zeg, dan vinden ze, dat... Maar chappen jullie zelf? Anus. Ja. Ik niet, man. Ik zeg eerlijk, ik hou niet van die anuskant, man, broer. Ik hoor het. Is niet mijn model. Oké, maar je weet wel dat je G-spot daar zit, toch? Ik heb gehoord, man, broer. Maar? Is niet mijn model, snap je? Oké, dit is de perfecte vraag voor jullie. Je krijgt hoofd. Chickie gaat onder je ballen. Onder, hè? Ja. Is lekker, toch? Is lekkerder dan dat ze je pijp. Toch? Ja. Zeg gewoon eerlijk, ga niet keppen. Ja. Dan laat staan als ze bij je koude billen is. Dat is lekker.
dat is genieten. En Chief, haak even in, broer, want ik weet dat niet was. Ja, bro, kappen met mij, man. Oké, okay. Ja, ik heb het niet gedaan, daarom, ik kan er niet over praten, maar... Misschien ben jij die voetenfetish kill. Nee, man, niet direct. Je ook, is niet mijn model, man, broer. Voetenfetish heb ik ook. Ik snap niet, ik voeten niet ga je, ja? Ja, als iemand aan mijn voeten zit, ja. Gooi, okay. Likt en zo. Wow. Ik had ooit een keer een man gehad en hij stopte gewoon mijn hele voet in zijn mond. Eww. Ja, maar ik zweer dat je dat was zo fijn. Nee, dat is echt... Ik weet niet wat het is. Nee, maar omdat mijn voeten zijn gevoelig. En toen hij... Ja, ik weet niet. Strelen, ik ga eerlijk zeggen, stop dit. Laten we voor dit een shotje nemen. Want Allah, we gaan een shot nemen voor die man. Laten we een shotje nemen. Die jouw voetenpijp. Broer, ik zeg je eerlijk. Iedereen. Goed wel, man. Hey. Die guy daar, man. Mensen. Wow. Dames, achter. Cheers. En heb ik een speciale vraag. Nee, dit is voor jou. Dit is een persoonlijke... Niet te persoonlijk. Ja. Je had een leuke tune. Ja. Lena. Man, is het hype of heb je het echt laten lukken? Oh shit, gaan we nog een shot nemen op deze? Let's go! Ik zie shit. Let's go! Ik zie de shit drinken! Oh shit. En dan verwacht ik nog steeds antwoord. Ja. Ik ga deze antwoord niet bevragen, Memphis Voice. ik hoor je. Memphis Voice, man. Memphis Voice, shit. Wauw. Ja, man. Deze vraag wil je niet beantwoorden, zeg maar. Kijk, Lena zit ook hier, weet je wel. Lena. Ik vind het niet zo... Ik vind het niet zo. Ja. Niet zo netjes, weet je wel. Heeft hij het laten lukken? We gaan het er niet over hebben. Inmiddels is bij ons aangeschoven niemand minder dan... Onze eigen Burna Boy van Nederland, DJ Wale. Jezus. En we gaan direct over naar het tweede spel. Gewoon doen. Het is heel simpel, lieve schat. Okay. Je pakt gewoon een kaartje. We gaan ook beginnen met jou. Je pakt een kaartje. Moet ik pakken? Ja. Mag ik het lezen? Ja, die lees je lekker hardop voor. Wacht. Oh, hardop. Ja. Oké, okay, bel je goede vriendin op en zeg dat je stiekem een crush hebt op haar vriend en niet weet hoe lang je gevoelens nog kan inhouden. Wow. Opdracht is gelukt als je vriendin het gelooft. Wauw. Ja. Wow. Wie bel je? Mijn vriendinnen zijn nu niet wakker hoor. Jawel, ja. Probeer maar gewoon. Ze zijn echt niet wakker. Het is vrijdagavond, lieve schat. En ik weet dat jij stuitert op vrijdagavond. Ze zijn echt wel wakker. Ja. Nee, lieve schat, doe maar even bellen. Je moet de opdracht wel uitvoeren. Toch? Ja, doe maar even bellen. Echt doen? Oh, wat erg. Ik weet niet welke vrienden je gaat en je bellen. Telefoon mag direct op luidspreker, hè? En je moet gewoon zelfverzekerd overkomen. Doe niet shaky. Ik heb het laten lukken. Ik heb vertrouwen in je. Mijn schat. Hart, jongens. Nee, maar ik kan niet... Jawel, joh. Na de opnames, want hierna zijn we bijna klaar en dan mag je de bellen. Het was okay. Een geintje. Wat denk jij? Wie zou ik doen? Nee, maar ik heb niet, mijn vriendinnen hebben niet eens een vriend trouwens. Ik wou zeggen, wie heeft het vertrouwen? Oh, alleen Carisha. Oh ja, oké. Okay. Ja, dan wil je Carisha. Oh, sorry. Nee. Die naam moet er wel even uitgehaald worden. Oké, okay, ja. Oké, okay, we halen Carisha de naam eruit. Nee, zo heet ze niet. Ik weet niet eens echt of ze zo heet. Oh my god, oké. Okay, gaan we dit echt niemand doen? Niemand kent Carisha. Gaan we dit echt doen? Ja, doe maar even bellen. Oké. Lekker, man. Oh, mijn hart. Geluid harder, schat. Hallo? Hey, Kies. Hey. Hey, schat. Waar ben jij dan doen? Oh, ja. Oh, nee, dat doe ik altijd. Wat ben je aan het doen? Ik ben thuis. Oh, oké. Okay. Ben je alleen? Nee, waarom zou ik alleen zijn? Oh. Ja, dat is waar. Ik moet je wel even wat zeggen. Dus kan je even alleen naar een kamer of zo gaan? Ja. Oké. Okay. Heb je een luidspreker? Ja, ja, okay. Ja, had een luidspreker. Ik heb er maar aan, wat is er? Oké. Okay. Moet even wat bekennen. Ali, heb ik een crush op. Wat? Ik heb een oogje op Ali. Ben je van jij? Ja. Hoe bedoel je? Zoals ik het zeg.
Sorry. Hè? Wat was dat? Snap je niet? Wat snap je er niet aan? Ja, ik ben thuis, maar ik weet niet. Ik zat er echt al gewoon de hele week er al mee en ik wist gewoon niet hoe ik het moest zeggen. Dus ik dacht, oké, ik bel je gewoon. Want ik durf niet die confrontatie aan te gaan in het echt. Ja, heel lullig, I know. Ik geloof niet. Ja, schat. Wat er ook laatst is gebeurd en zo. En, Maar jij bent toch, jij moest toch naar die opnames? Kut, oké, ja. Laat maar. Oké. Okay. Doe maar lekker shotten! Oké, het was een challenge, het was een challenge. Sorry, Kees. Oh my god. Oké. Echt? Ik ben niet aan het verhaal. Sorry! Oké, ga hangen, ja, lobby. Nou, oké, hè. Oké, doei. Ja, je mag shotten. Oh! Ik heb wel een paniekaanval. Dus en ik ben wel echt benieuwd wat er laatst is gebeurd. Dus. Ja, ik ook. Ja, wat is gebeurd? Wat dan? Heb je gekust met Ali? Oh. Ja, wow. Ja. Wat zei ze dan? Kan hij niet eens horen? Broer, je hoorde niet in het gesprek van ja, wat er laatst, ook wat er laatst is gebeurd. Toen dacht ik van, oh. Wil je het uitleggen? Dit was het. We gaan nee, door. We gaan door, oké. Okay. Uh-huh. Je mag het vertellen, hè? Nou, dat was niet zo. Gewoon spannende dingen. Wauw. Nee, maar niet. Nee. Wow. Cut. Nu lijkt het echt alsof ik ben vreemd gaan of zo met haar vriend. Nee. Laten we doorgaan. Oké. Okay. Ja, okay. Helemaal out of context dit. Was niet bedoeld. Sorry. Jezus. Oké. Okay. Ja, Sjeef, dan gaan we over naar jou, bro. Ja, ik ga rechts pakken. Mag hem direct hardop voorlezen. Ja. Bel een goede vriend met een wifi en maak hem wijs dat je ooit al heel lang zit met het feit dat je zijn vriendin ooit hebt gedaan tijdens een dronken avond, maar daar nooit eerlijk, dat nooit eerlijk heb toegegeven. Is cool. Hey, geef me je oké van. Durello? Heb je Durello zijn nummer? Ik ga een nigger voor me bellen. Zijn naam is, tenminste, je heet toch Shadi? Ken je Shadi? Kijk, ik weet al 100% dat hij best relaxed daarover is, maar weet toch. Maar het is, maar hij heeft wifi echt. Hij wil een wifi. Oh, je moet niet FaceTime. Oh, niet FaceTime. Shit. Let me call some. Ik ben benieuwd. Ik denk hij is best wel relaxed daarover of zo, weet maar toch. Is een vrouwtje. Is wel zijn vrouwtje. Dan is dit, ja. Weet je wat, laat het gewoon even aan. Kijk. Yo, Drello. Mm-hmm. Ben met Shadi daar? Niet direct. Waar is Shadi? Hij is op kantoor, man. Oh shit, man. Oké, okay, ja, ik moet je iets vertellen, man. Zeg maar. Je weet toch die ene duim? Ik had toch duim, toch? Dus, tenminste, ja, de duim. Jouw duim. Mhm. En in een model, ik ga niet voor je liggen, die duim van je loefde me wel echt, man. Nee, maar ik weet van dokken. Wat er dan? Ik weet wat dat model is. Ja? Ik zeg je eerlijk, broer, je weet toch, ik ga niet voor je liggen. Kijk, die duim loefde me echt en je weet toch, ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik heb er wel geslagen en zo, je weet toch. Nee, broer, je weet toch. Come on, my fucking jigga, man. Ik hoor je. Sorry, broeder, maar je weet toch, ik had er wel geslagen, man. Je weet toch. I know. Maar is light? Is light, broer. Maar je vindt het niet erg toch, bro? Bro, dat is allemaal bankjes voor me, bro. Oh, ik hoor je. Oké, Nuspan, is cool. Ik hoor je, broeder. Dankjewel, is cool. Nuspan, ik ben je zo meteen. Ja, ga je zo meteen terugbellen. Maar dan gaan we er beter over praten. Ik ben nu even, je weet toch, ik ben een beetje blem, dus ik moest je het een beetje uitleggen, snap je? Mijn hoofd is heet. Nee, daar me laten, ja? Ja? Oké, Nuspan, is cool. Rustig. Ik zeg je eerlijk, weet je wat het is? Mijn meneer, wow. We zijn anders op dat niveau. Wauw, ik ben geschrokken van dit zelfs. Ja, ik ben zo geschrokken dat we nu allemaal een shot gaan nemen. Welke, links, rechts? Jij hoeft niet eens te nemen, maar als je wil, ik ben met jullie, come on. Wauw, zeg. Nee, man, als Sjeef niet meer rap, gaat hij in goede tijden. Leuk. Wauw. Wauw.
Jij zegt no, maar is het niet erg, man. No, is mijn jigga, man. Wauw. Maar was het zijn vrouw of was het gewoon meer van... No, kijk, weet je wat het is? Het is het ding waarmee hij zeg maar best wel goed was en zo. En is almost to that point of zo, maar toch weer niet of zo, je weet toch? Dus ik kan het niet zijn vrouw noemen. Maar in een model, je eigenlijk ben je gefaald. Maar hij heeft gevoelens voor de. Daarom heb ik die shot genomen toch, want ik vind het niet erg. Geen idee. Dus het staat nee, nog toch? Gelijk. Ja, het staat nog gelijk. Nee, kijk, luister. Het is, laten we zeggen, het is deels zijn lobby, maar... Main squeeze. Mijn meneer, ze zijn anders in die model, snap je? Ja. Het is niet erg. Maar merk het. Met alle respect, als mijn brother die daar bakkassee zit, me komt bellen van, yo. Hé, Vaka, ik heb je meid gekrikt. Goen? Broer, ja, ik weet niet, man. Ik denk dat er niet genoeg... Kijk, maar dan moet het echt... Je snapt me toch? Het is gewoon in een model van... Het is niet puur dat wat het is, maar het is daar gewoon, snap je? Hij heeft gewoon die viering met haar. Ja, je weet toch? Nee, maar alsnog, man, broer. Misschien is dat die lijstje... Bro, zo over hoes. Ja, dat is die lijstje. Wat is maar, bro, nee, wat kijk. Hoes, kijk, als hij connect... Hij zegt jou van, hij heeft wel die viering. Ja. Geen. Maar het is niet zo vrouw. Ja. Maar dat was daarvoor gebeurd. Misschien vindt hij het wel erg, maar hij zegt gewoon tegen mij dat hij niet broer, erg. Ik denk dat die kan ook, ja. Toch? Maar die nigger is ik gewoon... Denk, ook als die nog en... Ik denk ja. Die goon loef je gewoon echt, snap je? Dat kan ook. Hij denkt gewoon van, laat ik heb een vraag, ja. Laat dames, laat even. Ik direct met die twee dames daar zo. Hoe zou het bij jullie zijn? Als een vriendin... Jou belt? Als ik een man zou hebben, mij belt... Ja. Verbinding verbroken, gaan we niet doen. Ja, dat gaan we niet doen. Ga die gesprek niet eens aanhoren? Nee, wat wil je me uitleggen? Wauw. Ja, dat gaat niet, nee. Maar dan zou je nooit meer met haar praten? Nee, ik kom je halen, ja. Wauw! Wauw! Energy. Nee, ik wil wel weten waarom je zoiets zou doen. Want, Jij hebt geen respect voor mij. Je wil dus mijn hart breken. En, nee. That's not a friend. Ik voel me raar. Ik heb al toes van tree in mijn idee van, wauw. Oké, en jij? Ja, hetzelfde. Dat kan gewoon echt niet. Maar waarom niet, volgens jou? Omdat je moet gewoon loyaal zijn aan elkaar, snap je? Nou, dat je al naar iemand kan kijken dat je denkt... mij vindt en je denkt ik kan eroverheen gaan. Nee, dat is echt no-go. Gewoon dat jij al denkt van wauw, als hij met mij... It's fantasy, want het start, hè? Je gaat niet opeens. Ja. Het gaat met fantasie. Dus jij hebt gefantaseerd over mij vindt dat jij daarop ging rijden. Ja, dat is... Het gaat veel dieper dan alleen dat moment, hè? Er zit veel meer achter. Ja. Hebben jullie ooit de gedachte gehad dat je... Wacht, laat me even praten, hè? Een vriendin van je komt... Ja, dit is mijn vriend, dat je denkt van wow... Je bent echt lekker. Okay. Als jij niet met er was, had ik je nu leeg gezogen. Nee, dat laatste stuk niet, maar ik heb wel vriendinnen gehad waarvan ik denk, zo, die man van jou die mag er zeker zijn. Bam! Ja. Bam! Maar dat wil ik ook voor mijn vriendinnen. Ik wil niet naar mijn vriendin kijken en denken van, hey, jouw man is niet helemaal, hè. Ik wil ook dat ze met een lekkere vindt. Jij moet advocaat worden. Ik ga eerlijk zeggen. Alle negatieve kassen in de positief brengen gewoon van. Ik ga eerlijk zeggen, je bent te politiek correct. Ik geloof niet. Dat wil ik voor mijn vriendinnen. Wauw, kan niet, man. Maar, oké, ja. Heb jij het ooit gehad? Ik, ja. Wauw, maar waarom kijk je zo lang naar haar voor dat jij überhaupt... Ik ging denken aan haar vriend, toch? Haar ex-vriend. Ik dacht, heb ik dat zo gevoeld? Maar dat heb ik nooit zo gevoeld. Nee, dus nooit heb je bij een ander ook het gevoel. Niet per se haar, snap je? Nee, dat is gewoon een stukje respect ook, zeg maar. Zeg maar, je doet elkaar als man. Zou je het bijvoorbeeld erg vinden als iemand jouw vriend lekker vond, ja. Zeg maar, je vriendin? Nee, het is een soort van compliment, toch? Ik kan wel tegen een nigger van me zeggen, yo, je girl is goed, man. Ja. Kan je dat ook iets mee wel doen? Man, dat is lijf. Ik gewoon moet zeggen, yo, je meid. Broer, je lijf. Meid. Nee, maar dan, kijk, dat is... Jij mag ik vind dat PC, je toch, misschien ben ik zo, maar ik vind dat PC onzeker, je toch. Ik ben gewoon, je toch, als ik kijk, met mijn dame kan zijn... is niet van onzeker. En ik vind, mijn dame is gewoon lekker. Ik zou tegen je zeggen, weet je wat ik zou zeggen? Hey, lobby man, maar jij mag nooit naar mijn huis komen. Broer, dit is die kill, toch? Hoe hij het zo zegt van ja, hij is ook die keer wanneer je mij het wegloopt, kijkt hij naar die billen. En dan denk je van, oh, ja man.
dan gaat hij denken, hey, Pricey werkt wel met die billen, hoor. Ja. Zie je hoe hij lang het kan? Snap je? En daarom, niks hoeven me niet te zeggen van, yo, bro, hou het in je idee. Ik wil een shotje nemen op deze. Doorgaan. Alles al gedropt? Alles al gedropt? Hey, we willen een nieuwe shot verder, weet je wat? Jij mag... Nee? Weet je zeker? Het is voor jou. Oké, zeg niks meer. Eeuw, what the fuck is dit? Suiker. Goddamme, man. Kaneel of zo. Maar eerlijk, dat doe je? Ik kijk niet naar mijn niggas, hun bitches. Maar ik kijk wel gewoon in een fassie van, oh je hebt een goede dame. En dan ga ik je gewoon zeggen van, yo bro, je hebt een goede dame voor je, je weet toch? Don't get it twisted. En daar heb ik je. Nee, waarom? De reden waarom. Ja. Jij gaat mij niet vertellen, toch? Ja. Dat een nigger van je ja. met zijn meid was en jij hebt nooit gekeken gewoon in een kleine mo van, naar de beeld van, oh wow. Kijk. Ik ga eerlijk zeggen, je ziet het sowieso. Ook kijk, je ziet het niet, je ziet het. Je maar dan kijk je ook vaker, omdat je de eerste keer... Nee joh, nee joh, zo ben ik niet man. Zo ben ik niet. Ja, ik ben wel die keer, ik kijk naar mijn niggas en meid hun billen. Oké, dat weet ik ook. Jij bent niet welkom. Dat weet ik, jij bent ook niet welkom, broer. Heren! Jij bent niet welkom. Hij gaat nooit bij jou komen. Jij mag nooit bij ons komen. Ja, nee. Hij is niet welkom. Einde van de dag, jullie doen het ook. Ja, maar niet zo toch, broer. Hoe? Kijk, ken je die man? Ik ben een guy. Je hebt gewoon soms, ze staat op. Je kijkt op een, ik kijk andere kant op eens. Ken je die man? Dat zo'n guy. Broer, ik ben op die niveau. Soms groet ik een nigger van me zijn meid niet eens. Ja. Die heb ik ook. Je snapt me toch? En ik heb zelfs die mo dat ik hoef je meid niet eens zo te leren kennen. Juist, niet op die niveau daar. Het is niet in onze vriendenkring. Hou je vrouw thuis, als we een keer langskomen. Maar, hé, maar Rich, eerlijk, die achterliggende gedachte daar is gewoon van, hé, je meid is te derm. Ja, dat niet. Eerlijk is eerlijk. Ja, maar dat ook. Dat is gewoon het man zijn, broer. Ja, we zullen altijd jagen. En het is niet eens disrespect naar je eigen mattie. Dat is het niet. Maar het is gewoon van, joh, jouw meid is te derm. Maar dat is derm. Maar ga je ook zeggen van, oei, ze is kech. True. 100%. Als je meid is, 100%. Ik zeg je, maar ik ga je zeggen, ik ben er vaak door in problemen gekomen. Ja, dus ik probeer het wat te minderen. Maar omdat we gewoon real niggas zijn, ik ga je gewoon zeggen, yo bro, die meid is kech. Snap je? Maar je hebt van die niggas die in hun feelings gaan van, hey yo, fuck aan die man. En dan jaai ik die moe, snap je? Zou jij je vriendin vertellen van, hey, die mattie van je zit in mijn DM of hij heeft meerdere vriendinnen van me? Meiden doen dat sowieso, man. 100%. Nee, niet om te stoken of zo. Nee, kijk, dingen die in het verleden zijn gebeurd, laat ik in het verleden. Maar als het nu gebeurt en hij gaat in mijn DM, terwijl hij samen is met mijn vriendin, dan ga ik het gelijk zeggen. Maar dat is toch logisch? Maar je zou niet melden van, hé, hey, ik heb met hem gesproken of hé, hey, we hebben een seksuele handeling gemaakt. Dat soort dingen. Really? Ja, daar ben ik benieuwd naar. Dus daar te zetten. Oké, dus opnieuw. Je hebt iets met iemand gedaan en dan krijg je iets met je vriendin. Nee, maar mijn vriendinnen zouden er sowieso dan niet iets met als hem hebben. Stel je voor, zou je het zeggen? Dat ik ooit wat met hem heb gedaan? Ja, tuurlijk. Ja, toch, dat ik vraag me af of het bij vrouwen zo gaat, want precies wat jij zegt, bij mannen is het... Hé bro, ik ga je eerlijk zeggen, je meid, ik ken haar als mocho, ze heeft die en... Mm-hmm. Ja, jij bent hater, dit, dat, ze, zo, wat. Ja. Voilà, ik heb precies wat je zei. Ik heb het vaak meegemaakt. Ja, man, daarom soms wil ik het niet eens zeggen. Ja. Maar dat zit je toch wel over van, hey, ik moet die man melden. Het hangt er vanaf hoe je het overbrengt. Kijk, dan zeg ik er ook bij van, ja, wat je er verder mee doet, dat is aan jou. Maar je hoeft het niet op een manier te zeggen van, ja, weet je, ik heb wat met hem gedaan, dus je mag niet. Ik zeg eerlijk, het mag niet eens, bij boys maakt het niet eens uit. Ja, het mag niet eens hoe je het brengt. Jij bent hard. Yo, bro, ik pak je bij, gewoon zeggen, yo, bro. Yeah. Je bent een nigger for life. Maar, ik heb... dingen gehoord over je meid. Volgende dag, hé, schatje, wat is die toerie? Weet je wat ik haat? Dat ze jouw naam noemen. Hé! Want dan kom je en dan gaan ze bij die vriendinnen van, ja man, die man is flikker, hij praat over me en zo. Want zo zijn dames. Ja, maar hij is flikker, hij praat over me. Ik ken daar echt niet tegen. Snap je? Daar kan ik niet tegen. Ik zeg jullie dingen gewoon, niet even vertrouwen, maar op een moment van, oké, confronteer haar, dat mag. Maar waarom moet je mij? Ik snap sowieso niet waarom mensen dat niet waarderen. Want als ik met een meid ben en je ziet, ik ga in die skin. Net had ik ook met de andere man van me, die man wijst me een foto van een meid. Ik zie van, hey, deze meid, ik ken haar van een tijdje terug. Snap je? Ze is fouten gaan, junkie. Ze werd junkie gewoon. Roken, snuiven, party. Snap je? Want ik heb er meegemaakt. En die goon, voordat ik hem dat kon zeggen, had hij me al gezegd van, hij loefde er. En is gewoon echt van, hij voelde er. Maar ik ben dan die keer, ik ga je zeggen, bro, dit is die meid. Je komt van Junta, ze belt je, hoe gaat het, schat?
kan je even een snuifje meenemen. Hey. En dat wil je niet in je huis. Snap je? En dat is. Maar die nigger van me wil nog steeds daar gaan. Altijd condoom of zo nu en dan? Oh, dat is een hele lastige. Ja, je weet wel dat je altijd kon. Zo nu en dan. Zo nu en dan. Ja. Met mijn vriend dan, hè? Zijn vriend ook. Hm? Die gebruikt condoom met zijn vriend. Nee, juist niet. Zo nu en dan. Dan ga ik ervan uit dat het zonder condoom is. Oh, dus kijk, als je met je vriend bent, is het met. En als je vriend gaat, is het met. En... Nee. Gewoon als ik een vriend zou hebben. Gewoon zo nu en dan. Kijk, niet zo nu en dan elke keer een andere bedpartner. Hm. Want dan doe ik liever elke dag met condoom. Maar ik haat condoom. Het neukt gewoon niet lekker. Ik ben het daarmee mee eens. Ik ook. Het neukt echt niet lekker. Dan ga ik liever gewoon één keer in een jaar of zo neuken. Nee, oké. Dat is ook gelogen. Dat is gelogen. Dat is cap. Dat is cap. Nee. Oké. Één keer in de maand. We hebben de capless gevonden, jongens. Nee. We got a new capless. We got a new capless. Nee, maar met condoom neuken, dat is wel echt... Dat is fijn. Ja? Echt niet lekker. Zeg maar, ik heb nu een vrouwtje. En ja... We doen het gewoon... Hoe ja, ik moet aankaarten. Dat wou ik net zeggen. Ik wil zeggen, die man blijft het ik geloof hem. Nee, kijk, ik geloof we geloven dat je ik vrouw hebt. We zijn, I'm at a safe place, ik right? Geloof ik ben op een safe place, of ik niet? Hoor je, ik hoor je. Ik heb vrouwtje. En zeg maar, met haar natuurlijk condoom. Maar daarvoor... Nee, zonder condoom. Sorry. We gaan opnieuw beginnen. Yeah. Luister, met vrouwtje, yeah. Geen condoom. Yeah. Daarvoor hield ik eigenlijk ook van zonder condoom. Ja, eigenlijk. De reden daarvoor is gewoon omdat ik vind dat als je een condoom draagt, dat dit, ja, ik ben een zeg maar, emotionele nigger. Ik hoor je. En ik hou van intense seks. En dat met condoom, het matcht gewoon niet, snap je? Yeah. Dus ik hou best wel van, je weet toch? Seks. Intense shit. Ja, man. Oké, dan gaan we direct naar de volgende vrouw, maar dat is perfect. Hebben jullie ooit een SOA gehad? Nog nooit. En dat nog nooit? Nog nooit in mijn jawel. Hele leven. Niet eens een chlamydia? Nog nooit. Wahakla. Nee, echt? Ja, echt, ik zweer het. Altijd met condoom? Ik zweer het. Nee. Oh. Juist niet. Nou, je weet toch? Gehad. En ik heb nog nooit condoom gehad. Nee, ik denk, ik zeg je eerlijk, het klinkt gek of zo, maar ik denk raar dat ik immuun ben, man. Ik ga ja. Ik ben immuun voor die shit. Ben je immuun? Ja. No span. Die op jouw werk. Je vrouw. Als je geen vrouw had, zou ik een arm voor je brengen met herpes. Kijk of je immuun bent. No, maar ik heb nog nooit dingen gehad, maar zo, man. Echt, ik zweer maar het. Maar test je wel? Ik test wel, ja. Yeah. Hoe vaak heb je, Elibi, hoe vaak heb je getest? In mijn leven gewoon, stuk of 12 keer of zo, vast wel. En je bodycount is sowieso hoger dan. Dus persoonlijk denk ik niet. Ja, kijk, ik denk gewoon, ik weet niet man, ik denk gewoon dat ik immuun ben of zo. Ik heb nog nooit een SOA gehad. Je slaat net de Amstel. Oké, okay, maar je hebt Power Rangers en je hebt SOA Rangers. Ik heb een deze vraag. Man is zeg maar die SOA Ranger. Ik heb een vraag voor jullie, hè. Als je een SOA catcht, toch? Ja. Gaat die SOA weg? Nee, toch? Ja, tuurlijk. Gaat die SOA gewoon weg? Gaat ik weet weg. Dat niet. Ja, ja. Gaat die gewoon weg? Welke SOA heb jij gehad? Wat was het ook alweer? Glam. Oh ja, nee, die groene roe. Dan krijg je zo'n prikje in de... Wow. Mijn ex was vreemd gegaan, ja. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik krijg van hem een SOA, ja. Ik heb ook nooit effecten gehad of zo. Nooit takatontje? Nooit. Even jeuk? Nog nooit. Nog even een geurtje. Nog nooit. Je haalt die tolly eruit, je denkt, en? Fris boy, man. Fris boy. Altijd douchen, fris. Nog nooit. Ik heb nog nooit een SOA gehad. Hey broer, wees dankbaar. Ga thank eerlijk you. Zeggen, man broer. Kunnen we applaudisseren op deze? Ja. Jeez! Weet je wat we op jou gaan doen? Wat gaan we doen? Op die SOA Ranger gaan we shotten. Oké. Okay. Ik hoor je. Ik wens immuun. Dat ik immuun was. Ik ben echt immuun. Ik ben al aan. Ah, de laatste. Je kan het wel. Laatste. Als je overgever is, een bakje daar. Kom on. Je pak, ik zou die zoete gaan. Nooit een SOA. Hebben jullie een seks gehad op school? Op school? Je hebt alles gedaan, zie je. Bent, waar kom je van? Wat was het? Of, ja. Gewoon die kant gewoon. Zie, die kant is anders, man. Wow. Ja. Nee, maar ik ben gewoon ook heel wild geweest. Ja, maar hoe op school, zeg maar? Ik snap je. Gewoon een was, waar was het op school? Ja, niet in een lokaal of zo. Op wc. Ja. Doe niet alsof jij niet in een openbaar bent. Nee, je kijkt me echt aan. Jezus, ben jij ik kijk gewoon. Nee. Als ik vind dat je roer bent, dan zeg ik het. Maar ik heb niet... Ik heb seks gehad op wc, ja. Ja, dat is toch niet zo raar? Op wc, op school.
Ik heb bijna seks gehad in de kerk. Met nadruk, bijna. No, serieus. En dan... No, bijna. En dan kijk, en dan kijk. En dan ben ik... Kijk wat ik aan zeggen, broer. Luister. Laat hem praten. Ik toch? Niet een keel van de kerk. Mijn moeder zegt... Ik weet het. En ik ben een keel. Ik geloof in God. Mijn moeder zegt, ja, we hebben een jongerenconferentie. Kom. Ik ga mee. Oké, nu er is een meid in die dienst, maar ze blijft me aankijken, nu er is pauze. Ik ga jullie gewoon die versnelde versie. Pauze. Ze komt naar me toe, ze zegt ja, neem mijn nummer. Nee. Maar ze was mooi. Zij komt naar jou toe? Ja, no cap. Okay. God kijk. Yeah. Oké, ik neem de nummer. Broer, ik zweer het, dit was de duivel. Midden in de dienst stuurt ze me nudes. Nee. Gewoon nudes. Broer, ik zweer het. Nooit. Oké. Naar welke kerk ga je? Broer, ik ga niet naar de kerk, dat is mooi. Oké, nu ik denk van wauw. En ik was niet een keel van Kierkie. Ik dacht van oké, leuk man, blablabla. Ik zeg dan van stuur meer in die dienst. Ook broer van mij, maar ja, toch wel een horse speler. Ja. Nu broer, ze loopt weg tijdens die dienst. Ze gaat naar boven, want het is, je kent die Kierkies in Skorrel. Ja, ja. Ze gaat naar boven, ze stuurt me een foto op een tafel. Kom naar boven, ik wil je neuken. Nederland of Suriname? In die kerk. Een Surinaamse meid. Maar in Suriname of hier? No, en, oh, Hollandse kerk. Gewoon hier in Nederland. Oh, oké. Gewoon in Nederland. Ja. En ik ging gewoon, ik dacht van, weet je, ik ga even naar boven. Bro, halla, die chickie loopt als een tijgertje zo over de tafel. Nee. Broer, en ik heb niet. De Heer is mijn getuige. Pa, en wat ik heb gedaan, ik dacht, ik wil je wel slaan. God is zo, ik ben weggelopen. En ik heb en dat hele joek, omdat ik er heb geslagen. Moeder van er komt in kerkie. Voor mijn flesje, ja, je hebt dit met mijn dochter gedaan, dat... Waar paas erbij staat, alles, mijn moeder, alles. Toen dacht ik van, hey, deze mensen zijn gek. Nee, je hebt nu geslaagd. Daarna wel, de. Ja, dan zou je toch niet losgaan. Ja, ik ben dat heel ik dacht dat je verhaal niet maakt. Ja, gelopen, ik ben dat zeggen. Daarna, na die dienst, volgende dag, is ze wel gekomen, gewoon naar die Oslo heb ik de geslagen. En toen kwam die moeder flesje, van ja, je hebt geen respect. Ze moest eens weten, mevrouw, je moest eens weten. Ja, de kaas om het in de kerk te slaan, dat is geen respect. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Ja, je hebt wel even die twijfel van je, man. Die is wel respect voor je. En toen had ik ook geen respect voor haar. Ik dacht van, wauw, hoe geil ben je dan wel niet? Het is niet die mom. Is gezend door de duivel, oké die mom? Ja. Ze test. En ken je niet, de duivel klopt vaak aan die deur van, yo, ik ga jou blijven testen. Het is sick. Drugs tijdens de seks. Hangt er vanaf wat. Wat is jouw voorkeur? Zo. Ja, maar het is niet dat ik veel drugs of zo heb gedaan. Nee, maar nee, gewoon, dat je hebt een keer gedaan. En wat verdedigt, man. Gewoon antwoord. Ja, ze zijn wel echt van... Ja, gewoon eerlijk zijn. We willen gewoon dat je eerlijk bent. We zijn op een safe place, toch? Zeker. Oké, safe place. Let's go. Nou, geen ballonnen, dat weet ik in ieder geval wel. Ja, dat is heel Nederland. Nee, ballonnen is niet fijn. Ik snap niet hoe mensen daarvan genieten. Wat, seks met ballonnen? Ja. Ja, ik ben niet... Ik ben er geen voorstander. Wat lach jij? Wat lach jij? Wat lieg ik? Wat? Ik volg iets in. Ga door, bro. Denk je dat ik lieg? Nee. We willen weten wat. Wow. Wat lach jij? Oké, seks met ballonnen is hem niet, zeg maar. Nee. Oh, jullie wel? Nee, helemaal niet. Maar we willen weten, de vraag was wat wel. Wat wel? Wow, ineens is het zo stil. Ja, ik buisjes. Buisjes. Ah, ja. Die Pikachu, dat soort dingen. Ja. Ik hoor jou. Oh, ik moet even bijkomen, 1 seconde. En jullie dan? Ik hou wel van seks met drugs. Ik heb wel eens drugs gebruikt. Ja? Ja. Wel eens. Ik zou je niet als een kill zien die drugs gebruikt. Nee, klopt. Maar wat voor... Ja, wat jij zegt, zeg maar buisjes. Ik heb wel eens een buisje gedaan. Echt fijn hoor. En ik vind dat, zeg maar, intens toch. Want als je buisje gebruikt, dan word je best wel intens toch met elkaar. Snap je? Ik zie, broer, jij bent... Broer, ik ben... Ik wil deze man zijn playlist niet zien. Mijn playlist bestaat uit Summer Walker-ish. En zo. Snap je? Summer Walker. Broer, Jhené Aiko. Drake type-ish. Pissie ben ik wel light skin van binnen. Broer, je bent meer dan light skin. Nee, maar ik zeg je eerlijk.
Fuck you, bro. Nee, maar ik zeg, ik vind dat gewoon lekker, man. Je weet toch, ik vind dat gewoon een vibe. Je weet toch, je komt vrij, je praat met elkaar. En ja, daardoor krijg je een beetje een vibe of zo. Je weet toch, ik weet niet of jullie dames dat hebben meegemaakt daar in de back. Hebben jullie dat ooit? Ik heb nog nooit drugs gebruikt, dus ik kan er niet. Helemaal niet? Nee. Geen van deze dames. Jij wel? Nee, echt nooit. Versta je me een beetje? Ja, zeker. Wat versta je dan? Wat je zegt, dat je gaat praten, dat je dichter bij elkaar... M of ecstasy of inderdaad die buisjes. Ja, ja zeker. Want dan krijg je zo van band toch? En dan ga je band. Praten over. Je gaat praten. Seks is ook intiemer. Maar je moet niet te veel, want nee. Als je te veel neemt, dan gaat hij ook niet meer omhoog. Dan ben je zeester. Ik ken dat wel. Ja, man. Eigenlijk moet de dame daarvoor zorgen, weet je wel. Maar ja, het is light. Lastig. Als ik te veel neem, dan ben ik ook niet meer geil. Dan kan ik ook niet meer geil worden. Dus ik hoor jou. Ik helemaal uitgedroogd. Dus een beetje M, maar tijdens de seks is wel lekker. Zeker. Ik hoor je volledig, man. Nee, maar dat, man. Ja, dat. Die buisje, wat voor drugs is het? Daar ik zit echt van alles en nog wat in. Pikachu is gewoon vloeibare M, man. Ja, maar dat houdt in. Het is gewoon MDMA, maar dan gewoon vloeibaar. Zet je het gewoon in je drinken en je gaat gewoon lekker spacen, man. Ja. Is het niet gemixt met nog... Ja, maar nog iets, maar ik weet de ingrediënten niet. Volgens mij weet een beetje GHB, joh. Maar mag ja, dat klopt. Ja. Tijdens seks, het werkt? Of? Ik kan daar kan ik geen antwoord op geven, man. Jij gebruikt geen drugs? Nee, vroeger man. Misschien 5 jaar geleden. Wauw. Dus je weet wel hoe het voelt tijdens seks? Ik heb geen seks gehad tijdens met drugs, man. Nee, oké. Okay. Oké. Jij bent liever met mannen dus als je drugs hebt. Vroeger festival en zo gewoon toch. En dan ging je alleen naar huis? Ja toch. Wally doet geen seks tijdens drugs. We gaan terug naar deze dame. Deze dame doet seks of doet drugs tijdens seks. Mag ik even op haar? Wat is jouw naam eigenlijk? Gloria. Hoe voelt het, zeg maar? Wat is die mo, zeg maar? Wat voel je erbij? Het is intenser. Intenser gewoon? Ja, zeker. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je dan beter seks krijgt, zeg maar? Ja, ook. Ja? Maar er zijn geen grenzen meer. Ja. En ja, als je die eenmaal hebt overschreden, dan is het nu, gewoon... Nu heb ik een vraag. Ja? Beter met drugs of zonder drugs? Allebei gewoon. Het is niet... Want je wilt ook niet continu onder invloed zijn, toch? Je wilt het ook wel echt... Je moet niet afhankelijk zijn niet van de drugs, ja, zeg maar. Precies. Waardoor je beter seks Het is krijgt. Zeg maar een toevoeging aan je seksleven. Ja. Net zoals een speeltje bijvoorbeeld. Toppen, kijk eens. Oh, ik hoor je volledig. Oké. Okay. Ja, ik... Nee. Ik, maar jij, drugs? Ik ga eerlijk zeggen. Nee, ik ben niet van de drugs. Ik ook niet, maar ik zeg eerlijk. Ik ga eerlijk op een of andere manier geloof ik jullie twee echt niet. Broer, kijk, ik ga eerlijk. Broer, okay, als je mij kent. Ja. Ik ben een ik heb geen blad voor mijn mond. Ik zeg alle eerlijk. Ik heb, denk ik. Ballonnen ook niet. Ik want deed ballonnen. Ballonnen is ook een type drugs, toch? Oké, okay, daarvoor. Ik deed ballonnen. Daarom, kinderen, doe geen ballonnen. True. Ziekenhuis. Voel mijn benen niet meer. Wow. Snap je? Maar dan ga je echt hem. Niveau? Nee. Lounge gewoon 8 uur, wow. Avond, 4 uur ochtend eruit. Nee. En alleen maar ballonnen, hè. Niet communiceren, gewoon spacen. Maar lang, hoeveel jaren? Nee, was gewoon een weekje. Was gewoon een weekje, we waren vrij met de boys. Iedereen ging, broer, spacen. Ja. Na een week, broer, ik lig. Ik sta op, broer, mijn hele... Mijn benen zakken gewoon in elkaar, broer. Toen wist ik van, nee, maar ballon is het niet. Ik ben gewoon een keel, ik hou van mijn soppie, iedereen weet ik ga eerlijk zeggen, ik ook man, drankseks. Dat is mijn model man. Ik geloof jou echt niet man. Ik ga eerlijk zeggen, ik moet even normaal doen. Je ziet de camera als je probeert. Ja, nee, ik ben gewoon heel eerlijk man. Ik zou gewoon eerlijk zeggen. Heb je ooit die vloeibare M gebruikt? Hij liegt. Het is niet mijn model. Hij heeft wel die vloeibare M. En ballon? Ballon wel toch, iedereen heeft ballonnen gedaan, dat is normaal. Oké, ballon is ook zo van. Oh man, niet echt man, ik loop dat niet. Ik zeg eerlijk, dronken. Dan, die stamina gaat ook hoog gaan, snap je wat ik bedoel? Juist, ik zeg eerlijk, wanneer ik drank zeg maar gebruik. Ik weet niet man, drank is niet mijn mo of zo. Iedereen dit toch? Ja. Je verstaat me. Nee, ik hoor je. Kijk, bij drank, drank op een gegeven moment je lichaam wordt warm, je raakt iets te opgewonden. Je kost snel mee, man. Bij mij zei luister. Bij mij tenminste, maar ik kost snel ja. En ik ben een eerlijke kill. Ja. Ik ben niet van langdurige seks. Ik hoor je. Gewoon respectfully hè. Maar daarom moet je die... Kijk, die, het kan. Maar luister. Het kan, ja. Maar de reden waarom, net als wat jij zegt, je houdt van het intieme. En dat heb ik ook. Ja. En als ik met een random meid ben, dan kom ik, ik kom naar jou om te komen. Begrijp je? Het heeft geen nut. Je begrijpt het. Oh my God. Het heeft geen nut om te gaan lakken.
Je ik kom naar jou om te komen. Ik ga eigenlijk zeggen, is echt een quote. Hola. Is een quote, hè. Hola. Is een quote. Hola. Voor die show, voor die lijn wil ik een shot. Ik wil ook een shot. Ik niks wil het ook. Ik kom naar jou om te komen. Ja, doe maar alleen dan. Kom maar. Ja, man. Ja. Kom maar. Voet wel, man. Voor deze lijn, wauw. Komen naar jou om te komen. Ik kom naar jou om te komen. Prachtig. Ja, broer. Nee, maar ik hoor je. Ik hoor je volledig. Je gaat je niet bij elke meid uitsloven. Nee, maar dat is bij een domme meid. Ja, en in mijn levenssituatie, mijn levensstijl, ja, heb ik dat eenmaal. Oh, oké. Snap je? Tweede ronde ben ik ook niet van. De reden waarom? Als ik ben gekomen, moet ik gaan. Je denkt alleen aan jezelf. Ik ben klaar met jou. Niemand denkt alleen aan jezelf, man. Ik krijg die klap van. Ja, broer. Hij is eerlijk. Kijk, ik zeg je eerlijk. Ik ben een beetje net als jou. Kijk, die eerste ronde is voor mezelf. Ja. Die tweede ronde, weet je waarom ik die tweede ronde wel doe? Dat is voor haar. En dan overdrijf ik. Want ik wil ook dat zij een good time heeft, snap je? Dus die tweede ronde is voor haar. Die derde ronde is voor ons allebei. Maar. Maar. Floyd Mayweather! No. Maar om me op die derde ronde te krijgen, moet je echt werken. Ik ga niet voor je liegen, je weet toch? Dat is een lastige situatie. Ik kan me de tweede ronde kan ik. Dat deed ik echt toen ik 19, 20 was. Toen was ik die kill van, hé, wanneer deze meid mijn naam noemt bij de vriendinnen, moet ik die kill zijn. Ik hoor je. Maar nu heb je, noemt je naam bij de vriendin, die vriendin wil me ook neuken. Ook al ben ik drie minuten gebasterd, snap je? Ik versta je helemaal. Ik versta. Nee, maar je moet het echt, of ik moet je echt sexy vinden dat ik denk van, nee, maar jij? Ik hoor je. Jou ga ik zo kort maken, of ik weet van, zij heeft zulke mooie vriendinnen. Ja. En hun wil ik ook slaan. Als ze over me praat, moeten hun gewoon denken van, als jij een keer niet kijkt, neuk ik hem. Snap je? Anders hoeft het niet. Ja. Ik hoor je. Ja. What about you? Wat vind jij van als een man één keer klaarkomt, 5 minuten en daarna? Kijk, als die ronde 20 minuten duurt, dan zal ik het hem vergeven. Hoeveel? 20 minuten of zo? Dat weet ik niet. Nee, maar als je na 5 minuten... Wat zei? Als de eerste ronde na 20 minuten klaar is, dan vind ik het niet erg. Maar als hij na... Man. Hè? 20 is langer, broer. Er zijn mannen die hem uitstellen. 20. Nee, maar dan doe je gewoon even condoom om en dan... Oh, met die condoom omdoen is ook in die 20 minuten. Ja, met... Kijk, als je condoom omdoet, kan je uitstellen. Het gaat om uitstellen. Je nee, maar met... Hij wiept zonder en daarna doet hij condoom om. Oh, even om te begrijpen. Ja. Als ze snel moet klaarkomen. Dat is echt een truc die je kan gebruiken. Ja, ik zweer het. Als je voelt dat je moet klaarkomen, doe je die condoom om, neuk je even met condoom. En dan kan je er weer even tegenaan gaan. Probeer het! Nee, ik vraag me gewoon af welke nigger die tijd heeft. Oké, vrouwen, ja. Hebben jullie dat ooit een keer meegemaakt? Nee, maar dan haal je hem er even uit of zo. Dan stop je even. Ja, dan stop je even. Maar dan wordt het Ik denk op het moment dat de boy wil komen. Tenminste, kijk, voor mij, op het moment dat de boy wil komen, als ik wil komen, dan zeg ik, joh, stop even. Ja, maar tolly even. Want ik ga niet zo snel klaarkomen als je die tolly eet. Dus dan ga je. Nee, man. Broer, nogmaals, je is dat je vrouw, goed, anders had ik je ge... Broer, je kwam... Gedraag, joh. Hé? Een vrouw kan je niet... Nee, broer, maar je komt niet van pijpen, niet ik snel. Ik kom wel, maar niet als ik al... Dus zeg maar, als ik heb geslagen en je gaat me nu pijpen, dan ga je niet komen. Die Becky zei different. Nee, dat is niet die mo. Juist. Zeg maar, op het moment dat je mij... Als ik je sla en daarna ga je me pijpen, dan kom ik niet zo snel. Snap je? Dan is het gewoon voor die enjoyment. Dus op dan het moment dat je niet goed gepijpt. Hey. Wow. Oh my days. Nee, maar het kan. Als er een shotje was, had ik nog een shotje. Ik zweer het. Wow. Ik zweer het. En ik... Nee, maar kijk, weet je wat het is? Op het moment dat ik word gepijpt, toch? Ja. Na de seks. Dan heb ik het gevoel van, oké, we stellen het uit, snap je? En dan kan ik er weer tegenaan, dan ga ik weer bekjes slaan. En dan in de hoop dat ik weer klaar kom. Zeg. Maar na die pauze heb je toch weer hetzelfde gevoel. Dat heb ik. Bij die pauze van die pijpen bedoel je? Ja, ik heb vaak gehad, oké, ik haal het eruit. Mm-hmm. Dan vingeren, die klit, broer. Ja toch. Kotspet, hè? Terug naar Niamey. Broer, en dan zet ik mijn peppie. Nu ik zet mijn tolly weer erin. Dus Nee, kijk. Condoom om. Daarom doe je die condoom. En nog mooier, die condoom, een of andere, het stimuleert. Ik neuk langer zonder dan met condoom. Als ik condoom om heb, broer, een of andere manier. Broer, je hebt die poenie en dan heb je die condoom. Dus je neukt werkelijk twee dingen.
Snap je? Maar like, bos binnen 3 minuten. Normaal 5 minuten, nu 3 minuten. Ik begrijp niks aan deze uitleg. Jullie begrijpen niks. Hij is een legend. Jullie begrijpen niks. Jullie begrijpen echt niks. Condoom is niet die mama, zeg je eerlijk. En dan hebben we een snelle vraag voor Chief. Is van een tune van je. Alsjeblieft. Pussy zo wet, laat een splashje geen fontein. Dus jij laat vrouwen zeg maar echt. Ik heb ook soms, ik ga niet. Kijk, ik heb gedaan. Ja, ik ben een rapper. Je weet toch, rappers entertainment en je weet toch wat ik daar zeg, het rijmt gewoon, dus ik ga gewoon rijmen voor je. Maar ik heb wel eens een vrouw laten splashen, maar het is niet zo dat ik 24/7. Ah, nee. Maar was het echt splash? Splash. Vliegen gewoon. Ja, splash. Maar wat dacht je toen je zag van? Ik voelde me wel de man of zo. Ik dacht wel, ja, dit is shit. Ja. Zeg je eerlijk. Ik weet het toch, wanneer een angstvrouw denk je van... Maar is het dan... Ik heb je. That's me. Is het daarna nog van, ik moet nog een keer gaan? Tuurlijk. Ja, nee, ik denk natuurlijk, kijk, als een... Tenminste, ik weet niet, dames, jullie moeten me antwoord geven. Maar zeg maar, als op het moment dat je een guy je laat komen, dan wil je natuurlijk wel dat hij doorgaat, toch? Of trip ik? Of willen jullie ook stoppen? Want bij ons is het namelijk, als ik kom, moet je hem even relaxen. Hoe gaat het bij jullie dan? Ja, gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan? Ja, zo. Ja, daarom. Wow. Dus op het moment dat ze komt, dan ga ik bam 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 bam. Je moet me toch? Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, je hebt het geslagen. Next time. Next time. Van, ik heb die ding al koud gemaakt, is goed zo. Ja, dan ben ik nonchalant. Dan ben ik gewoon nonchalant. Dan denk ik van, oké, okay, I fucked you already. Ik heb je al laten komen. Een splashje. Je weet wat mijn level is. Ik hoor je. Begrijp je? Ik hoor je, ja. Dus op zo'n moment denk ik van, oké, de volgende keer, als het ons goed zit, zeg maar, dan gaan we ervoor zorgen dat je nog een keer komt, maar als het niet gebeurt... Je weet van mij. Je weet van mij. Stempel je weet wat daar is, Amati. Stempel is daar, Amati. Begrijp je? Ja. Maar ik heb vrouwtje, dus ik ben relaxed. Tranquille. Ik ga eigenlijk zeggen, Esso naar je vrouw, want wie is er echt? Hey, shout-out naar die Franse vrouw! Allemaal, shout-out naar mijn vrouw. Shout-out naar mijn vrouwtje. Zeker 5 keer, zeker 6 keer. Shout-out naar mijn vrouwtje, je weet toch, the real is on earth. No cap. Feliciteerd. Dankjewel, broer. Je weet toch? Zie. Ja. Ik ben hier zo ook gewoon mijn nigga priceless aan hier. Ja, ik hoor je. Maar ik respecteer wel echt. Ja. Want ik heb een dochter, broer. Ja, broeder. En ik wens dat als ze ooit een man heeft, toch? Ja, ga niet zeggen. Dat hij het zo hype op elke tv. Ja. Ik heb mijn vrouw. Ik ga expose doen hier zo. Want ik krijg ook een dochter, je weet toch? Dus. Shit! Mooie einde. Ik krijg een dochter en je weet toch, ik wens het gewoon dat elke dochter, want ik ben echt real met mijn vrouwtje, weet je. En ik wil, oh, sorry, telefoon. Hey, ga niet zeggen dat je vrouw is. Is ze vrouw? Ga niet zeggen dat je vrouw. Nou, is niet mijn vrouw. Is niet mijn vrouwtje. Maar luister, ik wens wel dat elke, of tenminste dat mijn dochter een guy krijgt zoals ik. Want ik weet wel dat ik gewoon real ben met mijn vrouwtje. En ik zou het gewoon waarderen als zij ook diezelfde treatment kreeg als hoe mijn vrouwtje. Oh, ja. Ik hoop dat mijn dochter niet. Die mannen is goed, hij is goed. Ik hoop het ook niet. Jongens? Ik hoop het ook niet. Ja. Wauwsters! Ik wacht alleen, Lena, ik wil wel een dag dat je me belt van, hey, ik heb een kindje en zo. Wanneer gaat dat gebeuren? Wauw. Dit is een mooie vraag voor het einde. Ik gun Lena ook echt. Het is mijn jigga. Weet je toch? Dus... Wanneer ik een man heb. Wat dan? Wanneer ik een man heb. Moet je status gehad. Zijn mannen hier genoeg? Jij verdient dat, man. Niet loyale. Wauw. Hey. Ja, let's be honest. Oké. Okay. Nee, dat gaat nog wel even duren. Oké. Wauw. Ze bedoelde niet over elke man in Nederland. Niks daar in nee, de bek. Niet iedereen. Nee. Niks wie look in het next. Oké, mensen. Het is een mooi moment om deze toxiciteit te stoppen. Ik wil iedereen bedanken, vooral de dames hier in de bek. En Wale. Onze DJ natuurlijk. En de dames van de overheerlijke cocktails. Ga ze checken. Mijn nigga Chief. Hi Jigga. Love. Ja, is love. Ik waardeer het. Hi G. What a love. En natuurlijk de prachtige Lena. Kom man. The baddest from Holland. Wow. Iedereen, blijf ons checken. Zet wat in de comments. Like een like achter. En natuurlijk, deel het met iedereen. Je vader, je moeder, je tante. Maakt me niet uit of ze op sterven liggen. Deel dat ding. We'll be right back.
Thank you.